De toegankelijkheid van rechtszorg in alle districten wordt aangepakt. Het ministerie van Justitie en Politie heeft hiervoor een projectvoorstel gepresenteerd aan het korps van districtscommissarissen en andere relevante actoren. Volgens justpol-minister Kenneth Amoksi is deze vorm van zorg noodzakelijk. Het kan zijn bijvoorbeeld, je hebt geld, je wil een perceel kopen, maar je weet niet hoe, welke wegen je moet bewandelen om naar een notaris te gaan of noem maar op, om jouw perceel aan te kopen. Men zal bijvoorbeeld voor je moeten onderzoeken als de persoon die het perceel voor jou wil verkopen, als het inderdaad op zijn naam staat. Als er geen beslagen op dat perceel zijn gesteld. En al deze zaken, je moet iemand hebben om jouw wegwijs te maken hoe dat gebeurt. Soms wil je als districtsbewoner, misschien wil je een onderneming oprichten. Hoe moet je dat doen? Welke wegen moet je bewandelen om op die, eigenlijk die faciliteit voor jezelf te creëren? Vandaar dus ook dit project. Minister Amoksi legt verder uit dat alleenstaande moeders bewuster moeten zijn van alimentatie. Vooral als de vader niet wil instaan voor de zorg van zijn kind. Vandaar ook dat, weet je, als je de weg wordt voorgehouden naar Buvas bijvoorbeeld, dat je het verzoek kan doen voor alimentatie, dat die meneer die zich onttrekt aan zijn verplichtingen, weet je, dat hij daarop wordt aangesproken door advies om te komen, om te gaan naar Buvas, naar de rechter, en dat die faciliteit dus wordt gecreëerd.